Kan jij de video liken met je pink? Ik daag je uit. Het leven gaat snel. Maar in Roblox gaat het leven nog sneller. En daarom van 0 tot 100 jaar in Brookhaven. 200 jaar! Dat is een beetje oud, Bob. In deze video zitten 6 geheime woorden verstopt. Kan jij ze vinden? Reageer ze dan. Let's go. Vandaag gaan we van baby naar opa in Brookhaven. Ik ben een baby en ik heb leren lopen. In Roblox gaat alles snel. Ik heb een mooie cape aan. Een warme muts. En een leuke outfit. Ik ben niet echt een baby. Ik ben misschien een peuter. Dus een ijsje van hier. Oh yes. Dat is een goed begin. Politiebureau. Dat is wat ik later wil worden. Dus misschien handig als we alvast even... Oh, dat is geen deur. Misschien handig als we alvast even een kijkje nemen. Ik weet niet of baby's zijn toegestaan in het politiebureau. Oh nee, ik sta op het dak. Waarom is er niemand die mij tegenhoudt? Wacht eens even. Politiehelikopter. Jong geleerd is oud gedaan. Laten we instappen. Ik ben letterlijk een baby in een politiehelikopter. Ik ben hier om misdaad te bestrijden. Oh. Oké. Misschien is dit de reden waarom we beter niet in een helikopter hadden kunnen gaan. Misschien moeten we iets doen wat meer bij onze leeftijd past. De supermarkt. We pakken een tas die bijna groter is dan wij zelf. En wat vinden kinderen lekker? Fruit? Een beetje. Maar wat dacht je van pizza? Of misschien een chocoladereepie? En als we toch bezig zijn, dit paarse spul waarvan ik niet weet wat het is. Ik voel dat we ouder worden. Dus we moeten snel wat doen nu we nog een baby zijn. Ah, ik weet het al. Het zwembad! Oh. Dat was niet babybestendig. Laten we weggaan. Of tenminste... Voorzichtig, voorzichtig. Dat is niet voorzichtig. Hij is aan het mediteren. Oké, we gaan weg hier. Oh nee! Mevrouw, wat is dit voor onzin? Kijk eens uit waar je rijdt, joh. We hebben de bank, Rockstar, tandarts. Ja, we moeten naar de tandarts. Laten we dat maar gelijk doen. Ik lig klaar. De tandarts kon niet opdagen, dus ik eet een pizza. Stel voor, je bent bij de tandarts en je begint gewoon een pizza te eten. We kunnen koffie halen, boeken lezen. Maar goed, we zijn een baby, een kind. Dus dit is onze schooldag. We zijn zo klein, volgens mij kunnen we gewoon letterlijk het kluisje in. Passen we erin? Ah, soort van. Oh, ik kan er niet meer uit. Alleen mijn cape steekt uit. Dit is de kamer van de conciërge. Studenten mogen niet naar binnen, staat er op de deur. Ach, joh, zal wel. Oeh, we kunnen ook een conciërge worden. Dat is het leuke aan een kind zijn, we kunnen alles nog worden. Maar goed, we hebben eerst Engels. 2 plus 2. Wacht, dat is toch rekenen? Misschien moet ik de leraar maar zijn. Ook al ben ik misschien 3 jaar of zo. En yes, we zijn ouder geworden. We zijn een tiener. En we zitten de hele dag te eten. En we hebben deze banaan nog van toen we een kind waren. Dat ding is waarschijnlijk jaren oud. Oeh, een autowinkel. Op zich. We kunnen er alvast een halen. Hallo? Is daar iemand? Ach ja, in dat geval kiezen we er zelf een. Oh, snap. Onze eerste auto. En oké, misschien hebben we nog niet zoveel ervaring. Maar laten we eerlijk zijn. Wat kan er nou echt fout gaan? Ja, dat is een mooie plek om te parkeren. Ik ga er snel vandoor. Kijk die auto. En oh ja, ik heb natuurlijk ook mijn eerste bijbaan. En dat is in deze koffiezaak. Ik zal even een kleine tour geven van hoe mijn werkdagen zijn. Ik kom binnen. Ik pak een koekje. Ik eet het koekje. Ik pak een muffin. Ik eet de muffin. Ik pak een burger. Die eet ik. Normaal kies ik de roze, maar vandaag de groene shake. Die drink ik. Ik pak het geld uit de kassa. En ik ga er vandoor. Dat is een mooie werkdag. Dat is een geintje natuurlijk. Waar ik eigenlijk werk is hier in het postkantoor. Het werkt eigenlijk vrij simpel. Ik pak een doos. En deze moet ik bij iemand afleveren. Soms werk ik in het sorteercentrum. En soms loop ik deze kant op om een windje te laten. Ja, dat doe ik natuurlijk niet tussen de brieven, hè. Dan hebben we een stinkbrief. Wat hebben we hier eigenlijk? Oh, dat is de koffiezaak. Ah, natuurlijk. Dit zijn gewoon de achterdeuren van alle winkels. Heel erg dat ik dat niet weet, terwijl ik er al 3 jaar werk. Maar vandaag is een speciale avond. Want als tiener hebben we onze eerste date. Ik zit alvast klaar. Ik weet niet of we er echt charmant bij zitten. Poeh. Duurt wel even. Ik ga anders wel even zitten. Nou, ik heb gelukkig nog een shake en een broodje van net. Nou, misschien kunnen we even checken. Ah, hier staat al wat eten. Nou, ik ga maar weer zitten. Wauw, het duurt wel lang. Wacht, misschien staat ze buiten. Is ze verkeerd geparkeerd? Oh, daar is ze! Hallo, wij hebben een date, toch? Of heb ik het fout? Oh. Oké. Nou, oké. Een tiener met een gebroken hart. We kunnen maar 1 ding doen. Van de glijbaan gaan! Oh. Ik weet niet of dat de juiste plek is om te blijven zitten, gast. En we zijn volwassen! Yes! We zijn inderdaad een politieagent geworden. Wauw, we zien er badass uit. Maar omdat we een beetje moeite hadden met kiezen tussen agent en bakker, hebben we beide gedaan. We zijn een politieagent met onze eigen bakkerij als huis. Hier hebben we donuts en taarten. Even handen wassen. Heel belangrijk. Ik heb ook letterlijk al het eten nog bij me wat ik de afgelopen jaren heb gegeten. Ik verzamel het. Het zijn mooie herinneringen. Nou, we kunnen hier naar boven toe. We hebben hier een boek. Lees ik niet. Ligt er voor de sier. TV. Check ik wel. En hier mijn fantastische bed. Alleen wacht. Het is tijd voor mijn werk. Het is laat. Nog even 1 keer mijn handen wassen. Heel snel nog even... Privé. En nu we toch bezig zijn, laat ik ook gelijk even douchen. Ik heb waterdichte politiekleding. Dat is een uitvinding die ik alvast heb. Dus dat is een geitje. Ik ben gewoon helemaal nat nu. En ja, ik heb inderdaad een vrouw en een kind. Haar naam is... Een vrouw. En dit is natuurlijk... Een kind. Oh ja, ik heb 2 vrouwen.
Sorry, ik... ja, weet je, ik bedoel, Roblox, hè, dingen die kunnen gewoon, dus ja. Cool. Jongens, ik moet naar mijn werk. Ja. Oh, jullie hebben eten voor me. Dankjewel. Jullie zijn heel aardig. Oh, ik heb... Jullie moeten het niet op de grond leggen. Dat is niet zo fijn. Kijk, nu ben ik er per ongeluk in gaan staan. Nou, we hebben in ieder geval een familie. Dat hebben we heel goed gedaan in 10 minuten tijd. Ik ben echt trots. Oh, kijk, mijn favoriete zender. Kavia TV. Of is het een hamster? Ik weet het niet. Maar dit was in ieder geval leuk. En ik ga slapen. Of nee, nee jongens, niet naast me liggen. Nee, niet allemaal op mijn bed staan. Ik heb rust nodig, ik ben politieagent. Oké, weet je, laat maar. Ik ga naar mijn werk. Oh, ik ben heel snel. Oké, dat is het voordeel aan politieagent zijn. Ik heb de beste auto's om mee weg te komen. Oh nee, ze zit naast me in de auto. Eén manier om... Oh nee, er zit zelfs eentje op de achterkant. Jongens, jullie weten dat dit niet mag. Ik ben een agent, ik moet het goede voorbeeld geven. Jullie kunnen niet zomaar achterop mijn auto zitten. Oké, weet je, laat maar. Wees blij dat ik niet het zwembad in reed. En nu ga ik even rustig in de bibliotheek zitten. Even ontspannen. Hallo? Ik ren weer weg. Ik verlaat Brookhaven. Ik ga gewoon snel naar binnen in dit mooie huis. En die zet ik op slot. Nu kan niemand naar binnen. Yes. Ik heb iedereen buiten gesloten. Dit is een soort van best wel gemeen. Maar ik had geen keus, weet je. Oh my gosh, het alarm gaat af. Ik geloof dat er iemand alsnog naar binnen is gegaan. Oh nee, wacht. Dat is denk ik het bankalarm. Oh, ja, ik ben natuurlijk wel politieagent. Dus eigenlijk moet ik daar wat tegen doen. Oké, snel. We gaan naar buiten. Ik weet niet of ik het ga halen. Waar is de bank überhaupt? Ik ben niet echt een goede agent, of wel? Oh, ze heeft het geld. Ze heeft letterlijk het geld. Kom hier, jij. Achtervolging ingezet. Wacht even, hoe kan ik haar eigenlijk aanhouden? Ik heb mijn handboeien thuis vergeten. Oké, luister, kunnen we het geld delen? Ik weet dat ik agent ben, maar ik heb het op zich wel... Mevrouw met de tas geld die ze net heeft gestolen. Mag ik een beetje? Nee, ik ben geen goede agent. Sorry, hier. Ik heb een ijsje. En ik ben niet bang om hem te gebruiken. Handen omhoog. Handen omhoog. Ik zit al heel de nacht achter haar aan. En volgens mij heeft ze het geld al ergens gedumpt. Want ze heeft het... Oh nee, ze heeft het nog. En wie is deze dude? Hij heeft geldtekens boven zijn hoofd staan. Volgens mij is deze gast super rijk. Hij doet zijn handen omhoog. Maar jij hebt niks gedaan, toch? Of wel? Zij was het. Waarom doe jij... Was jij degene die haar zei dat ze het moest doen of zo? Wat heb je gedaan? Ik heb een ijsje. En ik eet hem. Omdat ik in paniek raak. Maar wacht, wat moeten we doen? En waarom kan ik haar niet arresteren? Ik heb handboeien nodig. Wacht even. Oh, ze is weg. Ze heeft letterlijk het spel afgesloten. Oké, nu moet ik jou meenemen. Oh my gosh, deze gast heeft gewoon zijn eigen limousine. Ik zit bij een soort van dief in de limo. Terwijl ik een agent ben. Ik weet niet of het leven in Brookhaven mij goed afgaat. Maar het is op zich een interessante ervaring. Hij is ook gewoon letterlijk niet echt heel erg goed in rijden. Hij gaat naar het vliegveld en... Wacht, wat? Oh, sorry. Oké, wat wil je dat ik doe? Oh my god. Ik ben een slechte agent. Sorry, ik ga er vandoor. Oh, ja, ik ben weg. Doei. Ik ga heel snel naar het politiebureau. Waarschijnlijk ben ik te laat. Maar misschien is het handig dat ik wat handboeien heb of zo. Weet je wel. Gewoon om een beetje iets politieachtiger te kunnen zijn. Hier, handboeien. Oké, hij was net bij het vliegveld. Oké, ik ga samen met dit team naar het vliegveld. Hij heeft zijn auto er nog staan. We kunnen hem aanhouden. We kunnen hem aanhouden. Oké, kom rustig naar buiten. Met je handen omhoog. Waarom loopt er een kind bij? Wat gebeurt hier? Oké, ja, we hebben hem. Kom hier jij. Oh, ik heb je. Yes, we hebben hem. We hebben hem geboeid. Nee, dat mag niet. Oh my gosh. We zijn zojuist opgestegen met de grootste dief in Roblox. Luister, ik heb een banaan en ik... We hebben hem. We hebben hem. Hey, niet schieten, gast. Je zit in de boeien. Dat is niet echt... Ik ben ook gewoon letterlijk aan het chillen. Terwijl hier gewoon de allergrootste battle ooit plaatsvindt. Oh, ik ga pleiten. Het is goed. Ik moet nog opa worden in dit spel. Dus ik ga er vandoor. Kan ik skydiven misschien? Kan dat? Exit. Oh. En ik ben een opa. Ik ben een speciale opa. Het is inmiddels wat later. We zitten in de toekomst van Brookhaven. Dus ik heb mijn haar blauw geverfd. En ik ben half cyborg. Dit is het verhaal. Dit is zo random. Maar ik heb wel dit. De beste auto die er is. Hiermee kunnen we de grootste dieven oppakken. Of we kunnen ermee naar de car wash. En dat is wat ik ga doen. We gaan letterlijk naar de car wash. Terwijl de allergrootste dief... Nee, we moeten de dief pakken. Dit is niet goed. Oké, we gaan alweer onderweg. Wacht eens even. Ik ben met pensioen. Ik ga die dief niet pakken. Ik ben een opa die lekker een potje gaat zwemmen. Dit was het leven in Brookhaven. Van baby naar blauwharige opa. En ja, dat was best wel cool. En natuurlijk heeft deze opa zijn eigen huisie. Hallo deur, leuk je te zien. En het ziet er gezellig uit. En oh ja, mijn pizza en banaan van 5 jaar geleden. TV'tje, bankje, de slaapkamer. Eindelijk wat slaap, of tenminste... We hebben nog steeds de politieauto van ons werk. En deze opa houdt van racen. Vraag me niet hoe ik aan deze fiets kom. Het is een lang verhaal. En weet je waar deze opa aan toe is? Een lekkere vakantie. En deze keer zitten we niet aan het vliegtuig met een bandiet. Vraag me niet hoe, maar ik ben de piloot. En ook de piloot moet soms even naar het toilet. Hé, privé. En er is een keuken? Wat heb ik toch met pizza? Is er iemand in het vliegtuig die wat te eten wil? Nou ja, dan eet ik het wel. Ik ben een soort van uit het vliegtuig gesprongen. En ik heb het karretje meegenomen. Dit is de beste overval ooit. Waarom een zak Robux meenemen? Als je Doritos en cola kunt meenemen. Dit gaat trouwens wel heel langzaam. Ik heb niet zoveel geduld. En we landen in de vijver. En deze opa heeft een iPhone, een iPad, een laptop, een baby. Wacht.
Van wie is deze baby? Oh, het is aan het regenen. Maar hier is een hotel. Ach ja, vakantie is vakantie. Snel, snel, snel. Kan ik hierin? Dit ziet er niet uit als een bed. Meneer, het regent. Mag ik naar binnen? Snel, doe open, alsjeblieft. Oh, de deur is open. Yes, we zijn welkom. Oh, dat is veel beter. Oh, we zijn gebannen uit zijn huis. Vandaag een mega challenge. Hey, magnetron. Van 0 naar 100 jaar. Op de wc? Nee. In één kleur. De douche maakt lawaai. Spam je lievelingskleur. Ik ben aan het slapen. Alvast in de comments. We zijn 0 jaar en zo geel als een beel. Wat? We hebben een noob cape, een bad eend op ons schouder, om ons middel. We hebben swag, als dat woord nog wordt gebruikt. Alleen ons huis is nog niet geel. Dus daar moeten we iets op vinden. Een iglo is niet geel. Een ufo ook niet. Een villa niet. Een kasteel niet. Een boot niet. Het enige wat een beetje geel is, is kaas van een pizza. Dus dat is waar we wonen. Ik wil mijn huis opeten. Oké, we gaan naar binnen. Wauw, ik moet zeggen, de muren zijn geel. Schilderij is geel. En de pizza ook. In ieder geval voor een groot gedeelte. Niet alleen de plek waar we wonen moet geel zijn, maar ook waar we in rijden. Geel, geel. Oh, dit hier. Ziet er best wel geel uit. Ik weet alleen niet hoe ik het moet gebruiken. Is er ergens een knop? En ook al zou ik hier mega graag naar binnen willen. Dit is veel te roze. Misschien als we zometeen ouder worden en een andere kleur zijn, dat het wel kan. Dus alles wat we kopen, doen, eten, rijden, wonen. Geel, geel en nog eens geel. Oeh, de plaza is geel. Dus hier mogen we naar binnen. En wacht eens even. Deze VIP-ingang is wel geel. Met andere woorden. Oh, 719 Robux. Oh my gosh, het is geel. Dus nu kunnen we naar binnen. Wow, dit is zo gaaf. Alleen, als we willen dansen, mogen we alleen maar op geel staan. Oh, oh, snel, vol geel. Dit is zo lastig. Deze disco is niet voor mij weggelegd. Om eerlijk te zijn, 0 jaar zijn is amazing. En deze schatkist is ook geel. Yes! En wat hebben we hier nog meer? Dit is niet geel. Deze ook niet. En aan de bar zie ik maar 1 geel drankje. Dus hier kunnen we niet zoveel. Dit was een duur uitje. Een supercar. Die is geel. Maar natuurlijk 200 Robux. Maar het voordeel is wel, dit ding is gaaf. Wacht, is die eigenlijk niet meer oranje? Ik vind dat dit door mag als geel. Maar wat is het volgende wat we gaan doen? We hebben gele plekken bezocht. Geel gegeten. Oh, oh, geel gegeten. En we hebben zelfs een geel huis. Dus wat hebben we nog niet? Geel speelgoed. Ik ben benieuwd of ze dat überhaupt hebben. Het eerste wat ik zie is een gele bal. Wow, ik zweef. Iemand, help me. Is een gele ballon. Dit hier is allemaal niet geel. Oeh, dit is voor VIP's. Het is een beetje geel. Dude, dat is zo handig. Nu hoeven we niet meer te lopen. Oh, een reuzenrad. Snel, we mogen alleen in de gele. We staan er bovenop. Alleen alsnog ontbreekt er iets. En daarvoor moeten we hier zijn. De dierenwinkel. Ik zoek een geel huisdier. Deze is geel, maar de kans dat we hem krijgen is klein. Geel, geel, geel. Oh my gosh. Niks is geel. In dat geval zit er maar 1 ding op. We moeten net zo vaak iets openen totdat we deze krijgen. Oké, let's go. Het moet een uncommon zijn. Het is een special. Normaal is dat beter. Alleen nu gaat het sowieso niet geel zijn. Oké, we geven onszelf nog 1 kans. Uncommon. 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 Oké, de kans is nu, wat is het? 25%? Kom op, geel, geel. Dat is rood. Oké, 3 keer scheepsrecht. Ik zeg geel. Ik zeg geel. Ik zeg geel. Het is een common. Volgens mij kan dat niet geel zijn. Het is een rat. Geen huisdier voor ons. Maar wacht, ik voel iets. Oh, we zijn een tiener. En als tiener zijn we helemaal blauw. En ik heb een lolly. Ik ben jaloers. Alleen ons huis en zelfs onze supercar is niet blauw. Maar welk huis is dat wel? Home het niet. Kasteel niet. De cabin niet. Oeh, de bioscoop. Helemaal blauw. Maar ook, oh, 430 Robux. Dit is het meest blauwe huis ever. En we kunnen iedere avond films kijken. Wauw. Dit is mega. Alleen wacht, waar is het bioscoopscherm? Of moeten we die zelf nog kopen? Het was al mega duur. Daar zijn de bioscoopstoelen. Stel voor je komt in een bioscoop met alleen maar stoelen. Zonder een scherm. Maar ja, het huis is blauw. Dus in ieder geval mogen we er wonen. En als we hier naar boven gaan, hebben we mega veel stoelen waar we uit kunnen kiezen. En ik ben helemaal alleen. Spam ja in de comments als jij hier een film zou willen kijken. Alleen zoals ik net al zei, ons huis is blauw, maar onze auto niet. We hebben 200 Robux betaald voor een auto waar we 20 seconden in hebben gereden. Maar wat is wel blauw? Deze hier. Hoe ziet die eruit? Doet! En het gave hieraan, dit is niet zomaar een auto. Dit is een auto en een boot in één. Dus we kunnen ermee over het water rijden. Misschien zag die supercar er epischer uit, maar deze is sowieso veel praktischer. Stel voor je zit achter een vis aan. Wat kan gebeuren? Dan is dit super handig. We parkeren hem hier. Oh my gosh.
Ik heb een beetje trek. Welk eten is er blauw? Meestal wordt het blauw als het beschimmeld is. Oh, dat is geen goed teken. Maar één van de lekkerste ijssoorten is smurfijs. Wauw, we zijn in de ijsfabriek. En als we op deze knop drukken, dan maken we letterlijk een ijshoorntje. Maar wij gaan naar de winkel. Alle smurfijs was op. Ze hebben alleen softijs. Softijs is niet blauw. Het is lastig om een tiener te zijn. Maar hier is een winkel. En die leidt ons naar de dierenwinkel. Alleen wacht, de dierenwinkel is groen. Daar mogen we niet naar binnen. Maar de winkel ernaast, of tenminste het ziekenhuis, dat is blauw. Maar wat moeten we nou weer doen in het ziekenhuis? We mogen een van deze tissues pakken. Wat hebben we nog meer? Conciërge is oranje. Receptioniste is paars. Maar dokter is blauw. We zijn dokter. Ik weet niet of ik hier klaar voor ben. En wacht eens even. Deze vendingmachine is ook blauw. Nom, ik eet alles op. De spiegels zijn blauw. Dus we mogen onze handen wassen en erin kijken. En ik moet super nodig. Het toilet is niet blauw. Oké, laat maar. Deze challenge is lastiger dan ik dacht. Maar ik moet echt heel nodig plassen. Wacht, misschien heb ik een idee. Ik bedoel, dit kluisje is blauw, dus... Privé. Kunnen we hier nog iets doen? Is er nog iets anders blauw? Ah, wacht. Deze stoelen. Even chillen. En weet je wat nog meer blauw is? Het politiebureau. Oh. Misschien worden we de eerste blauwe politie. Oh, ik stoot in mijn hoofd. Laten we naar binnen gaan. De receptie is blauw. Dit is blauw. Dus volgens mij... Oh my gosh. Yes! We zijn politie! En het is toegestaan. Hier is het bewijsmateriaal. Volgens mij ken ik die dude ergens van. Er ligt hier letterlijk gratis geld, maar het is groen. Dus ik mag het niet meenemen. Oh ja, en ik ben politie dus... Ik mag niet stelen. Oeh, hier is de kantine. Zeg maar alsjeblieft dat hier iets blauws ligt. Zijn druiven blauw? Ah, ze zijn paars. De prullenbak is blauw. Kunnen we de prullenbak eten? Oh. En weet je wat nog meer blauw is? De gevangenis. Yup. Dit is waar ik vannacht slaap. Gelukkig is het dekbed wel blauw. Dus volgens mij mag dit. En wat is dit? Oh nee. Dit is oranje. Niet toegestaan. Maar we gaan van ons blauwe huis en auto naar 100 jaar. En we zijn groen. Dat is de ene kleur waarmee we het moeten doen. En ons huis is niet groen. Welk huis is dat wel? De nursery niet. Beauty salon niet. Het hotel niet. Maar wacht. Het spookhuis wel. En oh ja, we hebben een Squid Game outfit aan. Het spookhuis is groen, maar onze auto is nog steeds blauw. Dus voordat we naar binnen gaan, een tractor. 10.000. Dat is een heel stuk duurder dan ik dacht. Maar hey, het ziet er badass uit. Eigenlijk hebben we nu een boerderij nodig. Maar nee, we wonen in een spookhuis. Laten we checken. We gaan naar binnen. Wauw. Dit ziet er creepy uit. Maar in plaats van hier blijven, ga ik snel... Oeh. Dit ziet er cool uit. Ga ik snel naar buiten. We gaan namelijk naar school. En ook al is de school niet groen, doen we er alles aan om binnen iets groens te vinden. Student is oranje, leraar is geel, chef is blauw. Niks is groen. Oh, dude. Is er dan niks wat we kunnen doen? Wacht. Sommige boeken zijn groen, maar dat is niet genoeg. Dit is het kantoor van de directeur. Alleen de directeur is rood. Dit is lastiger dan ik dacht. Oh, het koffiezetapparaat is groen. Dan vind ik dat we de koffie mogen drinken. Dus we blijven een leerling op zoek naar een groen lokaal. Wiskunde? Het wiskundebord is groen. 10 keer 7. Dat is 70. Maar we moeten voor het groene antwoord gaan. Dus we hebben het fout. Maar nu we groen zijn, kunnen we wel de dierenwinkel in. Eigenlijk deed ik dat ook toen ik geel was, maar... Niet doorvertellen. Deze is niet groen. Deze is niet groen. Gelukkig maar, want ze zijn mega duur. Deze niet en... Oh my gosh. 419 Robux. En hij is groen. We zijn 100 jaar en 400 Robux. Lichter. We hebben onze eigen draak. Spam een naam voor hem in de comments. Hij is wel mega cute. Alleen was het geen 400 Robux waard. We kunnen hem een appel geven. Oh, oké, dat is wel schattig. Hij eet de appel. En laten we voor de zekerheid gelijk even langs de dierenarts gaan. Er ligt hier een cavia. Hier kunnen we erachter komen. Oh, ik heb per ongeluk op een knop gedrukt. Ik weet niet of het erg is. Hier kunnen we erachter komen of alles goed gaat met onze mooie draak. Dus als het goed is, wordt hij nu gescand en... Nice. Niks aan het handje. Laten we ook even een x-ray maken. Oké, onze x-ray wordt gemaakt en nu kunnen we op dit scherm zometeen zien of het allemaal goed zit. Ja, het ziet er goed uit. Een draak heeft 400.000 botten, dus het klopt. En we gaan er weer vandoor. En yes! In dit gedeelte is bijna alles groen. Hier kunnen we onze draak trainen. Ik moet zeggen dat ik dit niet helemaal begrijp. En nu is het tijd om te bowlen. We zien er best wel jong uit voor 100 jaar trouwens. In Roblox word je niet ouder. Gelukkig is de pijl wel groen, dus ik vind dat dit mag. Oké, let's go. Let's go, let's go. Er stond er nog maar één. Oké, die laatste kunnen we wel omgooien, toch? Gewoon op ons hardst. In één keer. Bam. Come on, come on, come on. Yes! Ik vind dat we de challenge hebben gehaald. Dus, we zijn onszelf weer. En dat betekent maar één ding. Alle kleuren zijn toegestaan. We waren 0 en geel. We waren 25 en blauw. En 100 en groen. Moeten we dit de volgende keer weer doen? Met andere kleuren. Oh, de bank was groen. Waarom ben ik daar net niet naartoe geweest? Nou ja, we kunnen er nu naartoe. Oh, de kluis. Oh my gosh. Oké, eigenlijk. Het is goed dat ik er net niet naartoe ging. Ik bedoel, ik had de kluis kunnen openen, maar al dat goud is geel. We zijn rijk. We kunnen de kassa zelfs openen. We kunnen deze kassa openen. Eigenlijk zijn we nu een mega dief. En we mogen ook hier naartoe. De supermarkt. Eigenlijk ook groen. Waarom heb ik dit niet eerder gezien? Nou ja, het voordeel is wel. Ik hoef nu niet alleen geel of groene boodschappen te doen. Ik kan letterlijk kiezen waar ik zin in heb. Zoals wc-papier.
Het is belangrijk. Wauw, er is hier zoveel keus. Zoals een lekker cookie. En wauw, we kunnen hier zelfs patat maken, dude. Volgens mij worden dit hamburgers. En wauw, we zijn er mega goed in. We maken 3 hamburgers tegelijk. En als we nog groen waren, zouden we waarschijnlijk hier slapen. Het ziet er op zich best wel gezellig uit. En ik heb nog een hamburger. Of heb ik die net in de prullenbak gevonden? En nu kunnen we ook elk soort voertuig kiezen. Dit ding is mega gaaf. We zijn aangekomen in Bayview. En ik ben alvast aan het rondkijken. Welke kleuren we de volgende keer kunnen gebruiken? Misschien roze, rood en oranje? Spam het in de comments. En oh ja, ons huis. Dat kan nu ook beter. We mogen alles kiezen. Oh my gosh, deze villa. 390 Robux. Vooruit, omdat we iets te vieren hebben. Wauw. Dit ding is mega. En onze buren wonen in een iglo. Dus in de zomer hebben we het niet te warm. Wauw, dit is echt een mega huis. Check onze tuin. We hebben letterlijk een... Oh. Ik ben gezonken. We hebben letterlijk een mega zwembad. Hier hebben we een lounge waar we lekker kunnen chillen. Waar we kunnen barbecuen. En we hebben hier zelfs een hangmat. Ja, dit is amazing. Dat is het handige aan klaar zijn met deze challenge. We kunnen eindelijk alles doen wat we willen. En we hoeven ons niet hotdogs aan één kleur te houden. Moet zeggen, deze hotdogs zijn lekker. Laten we naar buiten gaan. Oh, wacht even. Wie ben jij? Hier. Oké, je mag het huis hebben, doei. Of zullen we een hapje nemen van dit snoephuis? Wacht, kunnen we hier naar binnen? Wauw, dit ziet er best wel gezellig uit. En deze keer hoef ik niet op één kleur te staan. En kan ik dus eindelijk normaal dansen. Ik draag een pizza shirt. En als allerlaatste gaan we de school in. Want deze keer kunnen we wel... Yes! ...de directeur zijn. We gaan ons kantoor in. Wat? Er is al een directeur? Oké, ze is weg. En iedereen moet nablijven. Goed... versus slecht. En we beginnen met goed. We gaan alleen maar goede dingen doen. Als een engeltje. En daarna gaan we naar de Roblox hemel. Maar ja, we gaan ook slecht zijn vandaag. Dus dat belooft wat. We zijn in Brookhaven. En ik heb deze mooie auto. En om iets goeds te doen, rijden we met deze auto naar de Brookhaven boerderij. En weet je wat we doen? We zetten hem hier neer. Met de sleutels erin. Zodat wanneer iemand hier komt werken, die een gratis auto heeft. Als dat niet goed is. Maar nu hebben we hier nog een auto. En deze ziet er niet verkeerd uit. En omdat we goed zijn, geven we hem aan de Roblox politie. Met een snelle auto als dit, kunnen ze alle dieven vangen. Succes, auto. Ik stil je weer terug wanneer ik slecht ben. Er is hier iemand die zegt, geef me alsjeblieft geld. En ze ziet er verdrietig uit. Toevallig heb ik wat bij me. Alsjeblieft, mevrouw. Voor jou. Dat was wel aardig. Oh, wacht eens. Ze is samen met iemand. Ja, in dat geval maken we van deze stapel een zak met geld. Alsjeblieft, jongens. Het is allemaal voor jullie. Ik probeer iets goeds te doen vandaag. Misschien kan ik er een liedje op zingen. Ik ben in Brookhaven en ik ben heel erg nice. En als ik lief blijf, misschien eet ik dan wat ijs. Ik heb... Hey, jullie verstoren mijn optreden. Ik ga er vandoor. En we kunnen ook aardig zijn tegen dit restaurant. En dat doen we door een colaatje te drinken. Oké, misschien had ik gewoon dorst. Deze mooie auto geven we ook weg. En we hoeven er alleen maar een stukje mee achteruit te rijden. Want we zetten het hier neer naast deze mensen. Dit is jullie auto. Jullie mogen het hebben. Het is van jullie. Spring erin. Graag gedaan. Succes. Heeft trouwens wel veel geld. En zij ook. Jullie missie is behaald. Jullie kunnen nu alles kopen. Kijk hoe blij ze is. Ze is keihard aan het rondrennen. Het volgende wat we doen is de supermarkt ingaan. We pakken een karretje. Chips. Pizza. Appel. Chocola. Nou, we rekenen het natuurlijk netjes af. En we gaan ermee naar buiten. Want we hebben haar natuurlijk al geld en een auto gegeven. Maar een volle kar boodschappen, dat moet geen kwaad kunnen. Alsjeblieft. We hebben ons best gedaan goed te zijn. Met andere woorden, we klimmen naar boven. Naar de Roblox hemel. Maar wacht. We kunnen ook naar beneden. Naar de Roblox hel. Maar we zijn goed geweest. We zijn goed geweest. Doet, we verdienen het om deze mooie regenboogtrap te bewandelen. Ik ben een beetje bang. Ik heb serieus geen idee wat er gaat gebeuren wanneer we boven zijn. En er is maar één manier om daarachter te komen. Wauw, stel voor je hebt een trap als deze. Sorry, ik maakte mijn eigen zin niet eens af. Stel voor je hebt een trap als dit en je wilt gewoon 's nachts een glaasje water gaan halen. Dan is het niet mogelijk om zonder te dansen de trap af te gaan. Kom op, dude. Dit is letterlijk een discotrap. Ik zou sowieso... op die manier naar beneden lopen. Oh, we hebben ook een winkel. We kunnen letterlijk een vliegend tapijt... Nee, ik wil geen vliegend tapijt. Dat is vals spelen. Misschien doen we dat als we zometeen slecht zijn. Want, oh ja. Oh ja, dat gaat nu gebeuren. Ik bedoel, we zijn goed geweest en het beloont. Maar de challenge is dat we ook slecht gaan zijn. Hoi. Hoi. Oh, we zijn er bijna. De Roblox hemel. Spam in de comments snel. Wat gaat er zijn? Wordt het een zwembad met chocomel? Een zwembad met Fanta? Een zwembad met... Ik heb dorst. Ik heb zin in een zwembad met drinken. Of misschien is het wel een oliebollenkraam. Een mega oliebollenkraam. Oliebollen met krenten. Oliebollen met vulling. Oliebollen met... Met tacos! Nee, dat is niet lekker. Spam in de comments. Wat is de allerlekkerste snack ter wereld? Als je er maar één mag kiezen. Mag er eentje zijn uit de snackbar, uit een snoepautomaat, uit Mars. Oh, we zijn er nu echt bijna. En er is een reuzenrat. Dit is de beste dag van de wereld. Oké, we... Ik ben benieuwd. 3, 2, 1. Oh, dude. Er is een reuzenrat. Dit was het zo waard. Maar wacht, werkt die wel? Of staat die letterlijk stil? Oké, ik zit. Let's go. Let's go.
Oh, hij gaat. Alleen wel heel erg langzaam. Hier hebben we geen tijd voor. Ik zit vast. Au, au, au. Ik zit vast in het reuzenrad. En wauw. We hebben de keuze uit zo mega veel zeldzame items. En er is hier zelfs een goud huis. Dude, dit was het zo waard. Maar nu is het moment dan toch echt daar. We gaan slecht zijn. En natuurlijk regent het. En natuurlijk is het avond. En natuurlijk zien we er anders uit. Oké, we gaan slecht zijn. Het eerste wat we doen is een bezoekje aan de supermarkt. Het is namelijk nacht. We pakken een karretje. We gooien de chips in. Een stukje pizza. En we gaan naar buiten zonder af te rekenen. Mohaha. Ja, we hebben een roze fiets. Dat was niks anders. Maar het volgende wat we gaan doen is wat geld verzamelen. Op een slechte manier. We hebben hier namelijk de Brookhaven Bank. Ja, laten we even naar binnen gaan, joh. Waarom niet? Het is toch een goed plan. En we nemen dit pasje mee. Dit pasje is eigenlijk bedoeld voor alleen maar mensen die hier werken. Maar wij zijn er om een andere reden. Yes! En we nemen de zak met geld mee. Oké, nu moeten we nog wel even ontsnappen, want ik kan dan misschien wel slecht zijn. Maar ik hoop niet dat we slecht zijn in van de politie wegblijven. Snel, snel, snel. Deze auto is niet van mij, maar nu is die dat wel. Ik wil eigenlijk liever deze. Deze is groot. Je moet er wat voor over hebben om slecht te zijn in Roblox. Let's do this! Doei, doei! Waar zullen we nu eens heen? Het is namelijk nog steeds avond. Laten we naar de duurste wijk gaan in Brookhaven. Daarvoor moeten we hier omhoog. En ik zie het al. Die mega villa daar. De vraag is alleen... Zit de deur op slot? Ja of nee? Oké, daar gaan we. De deur zit op slot. We kunnen proberen aan te bellen. Misschien doet er iemand open. Hallo? Nou, volgens mij gaat dat niet werken. Hier zijn een hele hoop huizen. En bij deze is de deur letterlijk open. Kat TV, mijn favoriete zender. Laten we naar boven gaan. Er moet hier toch ergens een toilet zijn? Nee. Geen toilet. Een kluis liggen. Kunnen we deze kant op? Nee, deze deur is dicht. We kunnen iets uit de koelkast stelen. Een gratis appel. Maar het kan beter. Oh my gosh. Volgens mij hebben we het gevonden. Oh. Yes. We hebben de kluis. En we hebben het geld. En nu is het wegwezen geblazen. Snel in onze auto. Doei doei. Oh wacht. Hier is ook een huis. Maar de deur zit op slot. Wacht, gaat ze naar binnen? Gaat ze naar binnen? Hoe? Doe je de deur open? Is dit jouw huis? Laten we aankloppen. Dit meisje komt hier waarschijnlijk op bezoek. Maar wij doen gewoon alsof we erbij horen. Dus als de deur open gaat, sneaken wij naar binnen. Wacht, we kunnen ook over het hek, of niet? Volgens mij... Ja, dat kan. Misschien kunnen we iets uit de tuin meenemen. Of is er een achterdeur? Nee, er is niks te stelen. Maar we kunnen wel in iemand zijn zwembad. Ah. En ik ben hier niet zomaar. Ik moet namelijk een plasje plegen. Ja, ik weet het. Het is vies, maar we moeten slecht zijn, dus... Ah, dat is eigenlijk best wel ontspannend. Kunnen we hier toevallig naar binnen... Dude. Je maakt een grap. Gaan we echt zoveel geluk hebben? Ook al zijn we zeg maar best wel slecht. Kunnen we hier naartoe? Hier naartoe? Er is niks. Is hier überhaupt ergens wel iets van een kluis? We kunnen dat boek stelen. Nee, ik wil geen boek. Ik wil een kluis. Oh nee. Er is iemand daar. Oh nee. Ziet ze me? Ik denk dat ze me ziet. Er staat daar letterlijk iemand bij de deur. Ze is ineens verdwenen. Ik kan hier beter niet te lang blijven voordat de Roblox-politie komt. Laten we er snel vandoor gaan. Hier heeft iemand een mega grote auto. Hij gaat eruit, dus wij zitten erin. Maar hier zie ik een huis waarbij de deur open is. Oké, laten we heel rustig naar binnen gaan. Is er iemand? Ik zie niemand. Oké, misschien dat we deze kant op. Hier is letterlijk de kluis. Oké, we moeten snel zijn. Snel, 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 snel. We leggen het neer. 3, 2, 1. Oeh, yes, yes, yes. Het is weer gelukt. We hebben het. We zijn zo slecht. We zijn zo... Oh, zag ik daar nou iemand? Oh nee. Nee, nee, nee. We zijn betrapt of niet? Zijn we betrapt? Ik weet het niet zeker. Misschien is het niet het juiste moment om hier te blijven. Nee, er is niemand. Oké, in dat geval kunnen we even rustig op de wc zitten. Oké, ik ben klaar. Oké, we gaan er vandoor. Ik weet niet zeker. Ik dacht dat ik iemand zag, maar... Nee, iemand heeft mijn auto gestolen. Oh, kom hier. Dat is mijn auto. Oké, eigenlijk... Nee, ik mag nu niet boos worden. Ik ben... Nee, dat kan echt niet. Oké, we gaan verder. Eigenlijk hebben we al genoeg slechte dingen gedaan. Ik zie er iemand lopen met een tas geld. Volgens mij is dat een bad guy. Hij heeft geloof ik net een Roblox bank overvallen. Doe het, hallo. Mag ik dat geld hebben? Nee, ik ga het van je stelen, vriend. Kom hier, ik neem het mee. Weet je wat nog meer niet mag? Op je telefoon in de klas. Kijk eens waar we zijn. Oké, daar gaan we. We zijn een student. We gaan naar een klaslokaal. Dat is hier. We gaan zitten en we pakken... Onze telefoon. Telefoon, telefoon. En wat zie ik daar? Meer huizen. Deze hier. Laten we even checken. Zijn we hier al geweest? Ik weet het niet. Het ziet eruit van niet. En we kunnen naar boven. Oké, laten we even checken wat we... Er ligt daar iemand. Dude. Oké, laat maar. Hier is toch niks. Oké, nu moeten we eigenlijk proberen niet te veel lawaai te maken. Anders worden we sowieso be... Volgens mij... Hoor ik iemand lopen? Oké, ik weet het niet zeker, maar het is weg. Oké, laten we gewoon heel voorzichtig ervan... Oh! Daar stond ze! Wegwezen, wegwezen, wegwezen! Is ze er?
Is het er? Oh, we zijn betrapt. Rijden, rijden. Toet. Dat was mega spannend. Wauw. Oké, volgens mij. Ik weet het niet zeker. Maar volgens mij zijn we slecht genoeg geweest. Is er nog iets wat we kunnen doen? En wat gewoon echt niet mag? Wat dacht je van een stop voor een gratis ijsje? Oké, doei. Maar het kan beter, toch? Wacht eens even. Als we nou hier naar binnen gaan. Politiebureau. En we nemen de handboeien mee. En we klimmen naar boven. Voor een politiehelikopter. Ja, volgens mij is dit niet toegestaan. En dat is precies de reden waarom we het doen. Oh, wauw. Vanaf hier kunnen we letterlijk heel Brookhaven zien. Dit is zo gaaf. En weet je wat we doen? Om het echt mee af te sluiten. We landen de helikopter op een plek waar dat echt niet mag. Op iemand zijn huis. Oh. Let's go. Oeps. Oh, de helikopter valt. En nu we hier toch zijn, laten we een duik nemen. We waren zo slecht. En dat betekent maar één ding. Wij gaan naar beneden om naar de Roblox hel te gaan. Oh my gosh. Oké, dit wordt creepy. Geen idee wat er gaat gebeuren. Maar het wordt creepy. Tenminste, daar ga ik vanuit. Dude, wat is dat? Het lijkt wel op een soort van grot. Ik bedoel, we komen daar vandaan, maar het lijkt wel op een soort van vulkaan. Deze dude heeft trouwens dezelfde outfit aan als een Squid Game guard. Misschien dat deze avatar skin wel mee heeft gedaan in Squid Game. Zou kunnen. Oké, waarschijnlijk moeten we nog een stukje lopen. Zou springen eigenlijk sneller gaan? Eigenlijk is dit gewoon van de trap vallen, maar oké. Oh, we hebben trouwens ook een staart. Ja, nou, dat is best wel creepy. Oké, wat gaan we daar beneden vinden? Ik bedoel, het kan van alles zijn. Misschien is het een soort van... The floor is lava? Misschien is het wel een wiskundetoets. Het zou kunnen. Ik bedoel, één manier om erachter te komen. En dat is naar binnen gaan. Ik weet niet of ik dit wat chill vind. Kunnen we eroverheen? Hoppsakee. Nou... Ik weet of dat hielp. Dude, dat ziet er zo donker uit. Het is een vulkaan trouwens. Het is een vulkaan. Een vulkaan is best wel cool. Maar niet om op vakantie zo naar echt letterlijk erin. Volgens mij nog een stap of 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dude, dit is creepy. Ja, maar joh, het is een speeltuin. Een speeltuin is toch leuk? Ja, maar niet in de lava. Tenminste, denk ik. Oh, wauw. Welke van deze drie kiezen we? Ik ga voor de raket. Nou... Dit was een ervaring. Goed of slecht? Weet je, spam het in de comments. Goed of slecht? Wat moeten we de volgende keer in Brookhaven doen? Of in Bloxburg of Adopt Me of weet ik veel wat. Het is hartstikke koud, dus we gaan snel naar binnen. Want vandaag zit ik in een jacuzzi. Gaan we van baby naar opa in Adopt Me. Dus dat is eigenlijk het hele Adopt Me... Dat is eigenlijk het hele Adopt Me leven in één video. Maar nu we nog een baby zijn, hebben we een aantal dingen te doen. Zoals rijden in een badkuip. Heb ik wel een badkuipbewijs? Kinderen houden van ijs. Dus we hebben onze eigen ijswagen. Spam in de comments. Wat is de lekkerste ijsmaak? Wacht even. Nieuwe auto's. Daarvoor moeten we ouder zijn. Gelukkig hebben we een eenwieler. Kinderen houden van dieren. En oh my gosh, dat is een groot dier. Maar waar kinderen nog meer van houden, is de kerstman. En cadeautjes. Klein cadeautje, groter cadeautje... Het grootste cadeautje. Daar gaat al ons zakgeld. Oh, maar wat zit er in het grootste cadeautje van allemaal? Het is een cactus. Saaier dan dat bestaat niet. Oh nee, er zit een baby op het dak. En deze alligator stinkt. We hebben het speelgoed. Dus nu mag de baby een huisdier kiezen. Er zijn er zoveel die we kunnen krijgen. Oké, daar gaan we. We kopen er één. En ja, kinderen zijn ongeduldig. Dus we laten hem gelijk uitkomen. Wat zit erin? Wat zit erin? Oh, die is volgens mij niet zo zeldzaam. En wat doen baby's ook alweer als ze hun zin niet krijgen? Oh ja. Oh, ik wil een andere. Ik wil er nog één. Oké, ik bespaar je het huilen. Hij krijgt zijn zin. Dus daar gaan we. Oh, wat zit erin? Wat zit erin? Wat? Serieus? Nou ja, jullie weten hoe laat het is. Ik wil er nog een. En alweer, ik bespaar je het huilen. Dus daar gaan we. Oh my gosh. Oh, ons geld is op. En we moeten nog een tiener, volwassene en opa worden. Weet je wat? We kopen het allerduurste. 3000 Robux. Daar gaan we. Het laatste ei. 3, 2, ik ga niet eens aftellen. Kom op, het is een baby, die wil het direct. Die wil het nu. Het is... Wacht even. Die is niet zo zeldzaam. Maar hij is de favoriete kleur van ons. We gaan snel naar buiten. En in ons banaan... Wacht. Heb ik wel een banaanbewijs? Gaan we hier naar binnen. Kinderen houden van ijs. 3 bolletjes voor 1 jongeman. Klinkt als een eerlijke deal. We nemen ook gewoon 1 bolletje per hap. Kijk uit. Straks krijg je nog een brain freeze. We moeten snel leuke dingen doen. Want als we straks een tiener zijn, moeten we naar school. Oh, een speelgoedwinkel. Dit gaat niet goed komen. We willen sowieso een knuffel. Dat is de kleinste knuffel ever. Ik dacht dat die groter was. We willen een ballon. Ah, die werkt beter. En we willen een pogo. Dat is genoeg speelgoed voor vandaag. Ik voel dat we ouder worden. We moeten snel zijn. Natuurlijk. Natuurlijk niet te vergeten. Een speeltuin. Kunnen we hier doorheen? Oeh, dat is spannend. Ik moet zeggen, we zijn wel een actieve baby. Al moeten we natuurlijk wel voorzichtig zijn. Deze schommel is mega vergeleken met mij. Check dat. Oh, dat was een leuke dag. En oh my gosh,
ik voel wat. Oh, yes! We zijn een tiener! En we hebben een boomhut! Eindelijk, geen luiers meer. Al zaten die best wel comfortabel. Ik hoefde nooit naar het toilet te zoeken. Wauw, we hebben zoveel ruimte. Maar een tiener wilt niet thuis zijn. Die wilt naar buiten. Come on, nog steeds deze fiets. Zometeen zijn we volwassen. We moeten voorbereid zijn. Deze tiener wil zijn eigen auto. Oh my gosh. Dit wordt duur. Oh, die linker is gaaf. Nou, hoeveel kost het? 560 Robux. Gelukkig heeft hij een baantje. Bye now. Oh. Deze dude heeft het goed getroffen. 5 minuten geleden had hij nog een luier aan. En nu zit hij in deze bak. En de andere? Ja. Laten we het erop houden dat we die... weggeven. Maar we hadden er nog één, toch? Oké, stukje kleiner. Au, oké. Hopelijk ben ik verzekerd. Stukje kleiner dan de vorige, maar hey, deze mag er zeker wezen. En hij is mega snel. Ik moet alleen uitkijken dat ik niet bots. Oh, dat is wat ik bedoel. En deze tiener heeft honger. Dat betekent maar één ding. Een lekker stuk pizza. En dit is toevallig waar we zelf werken. We pakken de pizza, zeker. Beetje tomatensaus, beetje kaas, beetje dit, beetje dat. Even in de oven. En nu moeten we geduld hebben. Tieners hebben geen geduld. Gelukkig zijn ze niet zo ongeduldig als die baby. En onze pizza is klaar. Oh, dat is nice. Maar wacht eens, volgens mij heeft deze dude nog een huisdier. Dus we pakken onze nieuwe auto. Oh, oké. Dat was niet de bedoeling. Ik ben ineens aan het schaatsen. Dat ging echt per ongeluk. En we gaan de dierenwinkel in. De baby wou dit ei, maar hij wil dit ei. Geen probleem. Hij moet zometeen naar zijn pizzawerk, dus we moeten snel zijn. Let's go. Oké, laat het niet weer 3 keer dezelfde zijn. Wat zit er in... Het is een konijn. Oké. Nou, vooruit. Nog eentje uit deze machine dan. Wat zou hierin zitten? 1 manier om daarachter te komen. Wow, wat is dat? Het is de Sasquatch. Deze dude is zo groot. Hij zou wel snel zijn. Dus laten we dit drankje kopen. Oh nee, hij wilt weg. Of tenminste... Oh jawel. Hij gaat naar het drankje. Hij drinkt het drankje. En onze tiener is mega blij. We rijden op onze Sasquatch. Dit is amazing. Maar wat minder amazing is... Het is tijd voor school. Jup, deze tiener heeft zometeen gewoon les. En het eerste is muziekles. Alleen... Er is niemand. Nou ja, we kunnen op zich de appel van de leraar stelen. Ik bedoel, dat is een best wel lekkere appel. Wat hebben we nog meer? Wow, is dit een soort van bibliotheek? Laten we de lampen uitzetten. We zijn echt gemeen. We zetten alle laptops uit. Ja, wat? Ik zei niet dat hij een goede leerling was. Oké, dit was onze schooldag. Maar deze dude wil de hoofdprijs. Hij gaat voor dit cadeau. Het is niet de grootste, maar daar kan iets goeds in zitten. Het is een frisbee. En ons konijn kan deze frisbee pakken. Hij gaat letterlijk achter de frisbee aan. Ja, dankjewel, dude. En ja, we zitten op een gouden vliegende pinguïn. Laten we het erop houden dat hij die van iemand heeft geleend. Gestolen. Geleend. Gestolen. Geleend. Tieners houden van avontuur. Dus wij gaan hierheen. Wow, een slang. Natuurlijk hebben we die al. En wat zijn dit? Een groeipotion. Let's go. Hij drinkt de potion. Oh my gosh, hij is... Hij is mega! En als we hier naar boven gaan... Dit is een lange trap. Hebben we hier nog een potion? Die hij natuurlijk ook wel even wil proeven. En daardoor zijn we veel sneller. En over avontuur gesproken. Let's do this! Oh nee. Oh nee. Oh nee. Ja, we zijn mega onhandig geweest, maar de dokter komt zo checken of alles nog oké is. Voortaan niet meer 200 meter naar beneden springen. Eigenlijk klinkt het ook best wel logisch als ik het zo zeg. Maar nu gaan we met de vliegende pinguïn naar een andere plek. Namelijk deze mega geheime winkel. En oh ja, misschien is het tijd dat we even gaan douchen. Poeh. Wat hebben we hier allemaal? Wacht eens even. Dude. Eigenlijk mogen we hier niet zijn, maar... Oh. En nee, we gaan niet naar de speeltuin om te spelen. Deze tiener wil uitdaging. Dit zijn allemaal verschillende hobby's. We gaan voor deze. Volgens mij kunnen deze hobby's best wel lastig zijn. En we moeten hem in 1 keer halen. Om volwassen te worden. Oh nee, dit ziet er serieus best wel lastig uit. Maar dat soort van te doen. Pas op voor de lava. Lasers. Lava. Wat is het nou? Zijn het lasers of lava? Hier nog even naar beneden. En nu het laatste stukje. Daar is het. 3, 2, 1. Yes! En ja, hier was het toch wel tijd voor. We zijn weer schoon. Of tenminste... We stinken nog steeds. Maar wacht, er gebeurt ook iets anders. We zijn volwassen! En nu weten we ook gelijk wat we zijn geworden. Namelijk een chef. En op zich is dat best wel logisch. Wauw, we hebben schatkisten. Want net werkten we nog in een pizzarestaurant. Alleen ik weet niet of het goed is dat we stinken. Een stinkende chef, dat gaat volgens mij niet goed samen. Wauw, dit huis is mega. We hebben zoveel kamers. Deze is zelfs nog leeg. En dan hebben we deze hier. Oké. En hier nog één. Oeh. Wacht, wat? Waarom ligt er ketchup op de grond? Je kunt zeggen wat je wilt, maar we hebben een zwembad. Als we nu niet schoon zijn, weet ik het ook niet meer. Maar we hebben haast, want voordat we een opa zijn... wilt ook de volwassen dude op zijn, wat het ook moet voorstellen... een eigen huisdier. Oké, welk ei wordt het? Hij gaat voor het goedkope ei. Om eerlijk te zijn, ben ik eigenlijk best wel blij mee. Maar een chef is druk en moet dus opschieten. We laten het ei gelijk uitkomen. Het is een puma? We zijn een chef van klasse, het mythic ei. En ja, we hebben nog steeds haast, dus come on. Wat zit erin? Wat zit erin? Wat... Hoe?
Zeepaardje. En ze heeft een soort van vleugeltjes. Dus deze chef heeft een drankje gemaakt. Of eigenlijk een drankje gekocht. En ze is al bang ervoor. Maar toch krijg je hem, alsjeblieft. Ik hoop dat hij lekker smaakt. Er zit een geheim ingrediënt in, namelijk... liefde? Ik heb geen idee. Ik heb er geen verstand van. Maar yes, we kunnen nu vliegen. De tiener had een pinguïn. En deze volwassen dude heeft een zeepaardje. Spam in de comments. Waar zou jij op willen vliegen? Als elk dier zou kunnen vliegen. Maar deze dude heeft een magische deur. Waarmee je in één keer thuis bent. Wat zit er in die schatkist? Muntjes? En over thuis gesproken, volgens mij wil deze gast verhuizen. En we hebben iets nodig wat bij ons huisdier past. We wonen letterlijk in een schelp. Dat klinkt toch wat surfer dan het is. Ik bedoel, het is echt heel gaaf. Kijk maar. We zwemmen met onze kleding aan. Oh yes, dat is mega chill. We zitten letterlijk in een soort van jacuzzi. Het is in ieder geval warm. Maar ook deze dude haalt een cadeautje voor zijn kinderen. En dat is de duurste. Oh my gosh, wat zit erin? Wat zit erin? Het is weer de cactus. Oh my gosh. En na zo'n lange dag is deze chef klaar om te genieten. Groene tent, rode tent, blauwe tent. Slaap lekker. Oeh. Nee, ik heb geen zin om te wachten. Ik heb wel zin in een marshmallow. Maar ik heb zo'n gevoel dat ik nog iets moest doen. Misschien dit huisje huren? Nee, volgens mij was dat het niet. Dus ik heb dit huisje voor niks gehuurd. Wacht, volgens mij moet ik naar huis. Tenminste, eerst de marshmallow eten natuurlijk. Belangrijk. Oké, ik ben thuis. Wat was het ook alweer? Oh ja, natuurlijk. Ik was het niet vergeten. Onze baby. En wat is die aan het doen? Gast, dat zijn potions. Hier komen jij. Dat is het nadeel aan dit grote huis. Naar een slaapkamer lopen is bijna een marathon. En oh ja, ik heb een hoop broden. Kom op man, ik ben een chef. Welke kant was het ook alweer op? Volgens mij was het hier. Oh ja. Ja, het was hier. En we hebben genoeg bedden voor... heel Adopt Me. Zo, slapen jij. Hij is zo schattig als hij slaapt met zijn ogen open. En eng. En ik geloof dat het moment daar is. Wij worden een opa. We hebben een baard. En een hoed. En... een baard. En we wonen nu ook ergens anders. Namelijk in dit... piratenschip. Deze opa houdt van piraten. Misschien is het er zelf wel een. En wauw. We zijn van baby naar opa gegaan. In Adopt Me. Maar natuurlijk wil de opa ook zijn eigen huisdier. En oh ja, hij bestuurt een trein. Hij is er best wel goed in. Hij vond het leuk om chef te zijn, maar machinist vond hij de leuker. En oh ja, zijn huisdier is een kangaroo. Hij is er heel blij mee. Alleen hij komt maar niet op een goede naam. Help deze opa en spam een naam voor de kangaroo in de comments beneden. Het hele leven in Adopt Me. Maar nu gaan we er vandoor op een gouden bij voor niets minder dan een nieuw huisdier. En deze opa heeft een dure smaak. Duurder dan de baby, duurder dan de tiener en de volwassenen bij elkaar. Hij gaat namelijk voor het duurste ei in heel Adopt Me. 3, 2, 1... Het is een bever. Het voordeel is dat we die nog niet hadden, maar dat was het duurste ei van allemaal. Vandaag spelen wij de Tower of Misery. Wat eigenlijk gewoon letterlijk de vreselijkste toren ter wereld betekent. Met alle andere torens erbij gerekend keer 10. Het is vreselijk. Het is heel lastig en wij moeten proberen om het einde van deze toren te behalen. Te bereiken eigenlijk, want het is niet alsof we iets behalen. We beklimmen de toren en we moeten helemaal boven komen. Het probleem is wel dat als je afgaat, dat je volgens mij helemaal opnieuw moet beginnen. Tenminste, het kan zijn dat er gebruik wordt gemaakt van checkpoints, maar dat... Dat weet ik niet. Nee, schijnbaar zijn er geen checkpoints. Eén keer afgaan betekent alles opnieuw doen. Het leek mij een leuk idee om al de torens in Ik zit vast. Om alle torens in Roblox te spelen die bestempeld worden als vreselijk en onmogelijk. En eigenlijk staat deze op nummer 1, dus misschien had ik deze voor later moeten bewaren. Maar het leek me ergens best wel leuk om hiermee te beginnen. Ik bedoel, zie je het zo, dan hebben we het zwaarste achter de rug. Kunnen we niet gewoon een stuk overslaan? Ik ga dat risico niet nemen. Waarschijnlijk zit er een addertje onder het gras. Oké, we gaan hier naar boven. We passen heel goed op. Oh my gosh. Het lastige is vooral dat je dus geen checkpoints hebt, maar dat je daarbij ook nog te maken hebt met een timer. Als je het niet binnen de, volgens mij, 4,5 minuut haalt, dan heb je het gewoon niet gehaald. Zelfs als je bijna boven bent, bij wijze van spreken nog maar één stap moet zetten. Pech is pech. Je hebt het dan gewoon niet gehaald. Oké, we gaan hier omhoog. Oké, kijk, hier staan we safe. Oh nee, wacht. Oké, daar ging... wacht. Volgens mij moet ik er overheen, of niet? Ja, ik moet er overheen. Kijk. Oké, hier moet ik goed opletten. We wachten tot hij er voorbij is. En dan gaan we er heel snel overheen. Let's go. Oké, zover als dit zijn we nog niet eerder geweest. Applausje voor mij. Gaan we nu omhoog en komen we bij het nieuwe gedeelte uit. Oh, dit is zo naar, dude. Ik ben ook gewoon heel erg bang geworden voor dingen die misschien ineens boven me zweven of zo. Klinkt een beetje raar wat ik zeg, maar het is een game. En in een game gebeuren er vreemde dingen. Oké, daar gaan we. Springen, 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 springen. Gewoon alleen maar springen. Springen in deze obby is trouwens echt de manier om in leven te blijven. Als je bijvoorbeeld ineens besluit van, hey, ik heb vandaag geen zin om te springen, heb je een probleem. Oh, snapperoni. Ik wil proberen de toren te halen. Het is alleen zoveel makkelijker gezegd dan gedaan. Oh.
Oké, okay, eigenlijk viel het best wel mee. Ik heb de toren gehaald. Op naar de volgende. En nu zijn we aangekomen bij de Tower of Fun. En als je die naam zo hoort, dan denk je... Hey, fun. Fun, dat betekent plezier. Plezier is leuk. Deze toren is leuk. Ha, heb jij het even goed fout? Nee, deze toren is alles behalve leuk. Tenminste, het is leuk om naar te kijken. Maar als je het zelf speelt, is het waarschijnlijk een heel stuk minder leuk. Dit is een van de lastigste toren in Roblox. En om eerlijk te zijn, misschien is deze vooralsnog lastiger dan de toren die we net speelden. Ook al zei ik daarbij dat dat de lastigste was. Misschien was ik deze gewoon vergeten. Ik weet eigenlijk niet of ik deze ooit eerder heb gespeeld. Het is in ieder geval de bedoeling dat we ook hier helemaal boven komen. Alleen deze toren heeft veel meer lagen en kleuren. Wow, let's go. Maar volgens mij heeft deze wel checkpoints. Ik weet het niet zeker. Ik zou het kunnen testen door mezelf nu af te laten gaan. Maar liever niet, oké? Ik bedoel... Beetje jammer. Maar dit is op zich best wel te doen. We moeten gewoon oppassen voor deze gevlekte lasers. Ik wist even niet hoe ik het moest noemen. Gevlekte lasers. Mooie beschrijving. Nu moeten we hier naartoe. Klimmen we omhoog. En blijft de challenge hetzelfde. Wordt niet geraakt door lasers, mijn oma of wiskundetoetsen. Dat zijn namelijk de drie gevaarlijkste dingen ter wereld. Is uit een niet bestaand onderzoek gebleken. Er is gewoon letterlijk nu al een winnaar. Nu moet ik wel eerlijk zeggen dat daar kunnen wij niet echt zoveel aan doen. Aangezien ik joinde op een moment dat de toren er al stond. Dus in dat opzicht heb ik misschien enige achterstand. Maar een achterstand is in te halen. Ik bedoel, we blijven positief. Hopsakee. Hier naartoe, hier naartoe, hier naartoe. En we klimmen naar boven. Volgens mij zijn we nu net op de helft. Nu wil ik niet heel ontmoedigend klinken. Maar ik weet dus niet of het praktisch mogelijk is om dit nu te halen. In ieder geval niet als we ook nog maar één keer afgaan. Dus dat is al een soort van uit en boze. Oh, we hebben nog maar letterlijk 2 minuten minder dan 2. Nee, dit is te doen. Dit is te doen. 2 minuten is te doen. Minder dan 2 minuten is niet te doen. Dus ik heb mezelf juist heel bang gemaakt. Oké, we moeten gewoon heel voorzichtig zijn. We springen over de lasers heen. We gaan hier omhoog. Het voelt best wel goed als je een level haalt. Maar daarna voelt het niet goed omdat je het volgt. Volgende level ziet. Dus je hebt al snel een haat-liefde relatie met dit spel. Oké, we gaan hier omhoog. Oh, ik stoot mijn hoofd. Nee, dan gaan we hier opnieuw omhoog. Nu stoot ik hem niet. Hopsakee. Oké, volgens mij is dit niet al te lastig. We kunnen gewoon over de laser springen, naar boven klimmen, hier weer verder gaan. Kleine afslag nemen, waardoor we minder ver moeten. We moeten elke seconde proberen te sparen op dit moment, want we gaan het anders letterlijk niet halen. Zoals ik eerder zei, 2 minuten was heel weinig en we hebben nu zelfs minder dan 1,5 minuut. Dus mijn rekenbrein vertelt mij dat dit nog wel eens heel erg naar kan zijn. Wacht, kunnen we niet gewoon hierdoor heen? Is dat niet een snellere methode of ligt het aan mij? Volgens mij is dat sneller, maar ook lastiger. Oh, nou, dat is dus wat ik bedoel met tijd besparen. Wel handig dat die torens dat doen trouwens. Zo hou je het wel een soort van mogelijk voor mensen die zoals mij veel te laat een spel joinen en onvoorbereid meedoen. Dan hebben die ook nog mogelijkheden. Hupsakee, hier overheen. Oh my gosh, ik ben zo bang dat ik nu afga. Oh ja, trouwens minder dan 1 minuut. Misschien moet ik dat mezelf nu niet zeggen. Volgens mij moet ik deze kant op. Laatste 40 seconden. Ik durf legit niet te kijken welke kant ik op moet, zeg maar, qua hoogte. En of dat nog meer is dan 1 of 2 levels. Als het meer is dan 1 level, ga ik het niet halen, want 1,5 minuut is nu ingegaan. Er zijn zelfs al 3 winnaars. Dat is eigenlijk dus al letterlijk de top 3. Die is al bepaald. Oké, heel snel naar boven. Deze kant op. Oh my gosh, ik viel bijna. Als ik daar was gevallen, was dat... Oh my gosh, ik kom mijn woorden niet eens uit. Ik ben zo bang. Laatste 15 seconden. Oh my gosh. Oh, oh, oh. Binnen de laatste 10 seconden. Oh, dat voelt zo lekker. Het voelt echt alsof ik wakker word en ik zie dat ik nog 1,5 uur kan slapen voordat mijn wekker gaat. Oh, dat voelt goed. Oké, ik wil wel even gewoon hier hebben gestaan. Oh yes, ik weet het. Ik ben geen echte eerste, maar toch. En nu zijn we bij de Tower of Jump. Dit is dus eigenlijk gewoon weer een toren die je kunt halen door te springen. Letterlijk alleen maar te springen. Volgens mij is deze wel een stukje minder bekend dan die andere twee. En dat wil niet zoveel zeggen over het spel zelf. Dat wil niet zeggen dat het minder goed is of zo. Maar dat kan wel betekenen dat het nog een beetje ontdekt moet worden, als ik juist zeg. En dat kan weer betekenen dat het misschien wel heel lastig of juist wat makkelijker is. Het kan heel erg verschillen met de rest, wil ik zeggen. Dus ja, we gaan het proberen. En als we naar beneden vallen, dan ga ik huilen als een kleine baby. En als we het niet doen, dan ga ik heel stoer doen. Dus het is eigenlijk een van die twee. Dus het is niet echt een middenweg bij mij met dit soort games. Het is zegen. Vieren of het is in de regen mieren. Wauw. Dat heb ik echt. Dat is een mooie. Zegen vieren of in de regen mieren. Mieren, dat betekent een beetje zeuren volgens mij. Dus dat is een mooie, is een mooie. Oké, daar gaan we. Heel voorzichtig proberen om niet af te gaan. Want ik weet bijna zeker dat in deze toren er... Oké, we hebben hem gehaald. Ik weet niet hoe ik me hierbij moet voelen. Dit ging een stuk sneller dan ik dacht, to be honest. Like, is dat goed? Is dat niet goed? I don't know. Er is wel een winnaarskamer. Ik heb het geloof ik echt in minder dan 1 minuut gedaan. Dat is, ja, dat is nice. Ik vind dat ik een schilderijtje aan de muur verdien met mijn gezicht. Maar dit is de winnaarskamer, schijnbaar. Ah, dat ziet er best leuk uit. Het is een trampoline of zo. Vergeleken met de andere vond ik deze een beetje matig. Aldus, we zijn bij een nieuwe toren. De toren van de Roblox God. Dus deze toren zou zeg maar zo goed moeten zijn dat zelfs de allerbeste Roblox-speler er moeite mee heeft om hem te halen. Nou, ik ben natuurlijk iemand die dat maar al te graag uitprobeert. En ja, dat ben ik nu aan het doen. Volgens mij is deze echt heel erg lastig. Ik bedoel, zoals ik het nu merk, met letterlijk wat ik merk, wat ik zie, wat ik voel. Wat ik voel is vooral honger. Ik heb zin in een cheeseburger. Maar wat ik zie is vooral heel erg veel obstakels en best wel weinig mercy. Best wel weinig mercy. Oh-oh, 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 oké, ja. Soms zijn het echt van die sullige dingetjes waardoor je afgaat, hè. Dan heb je allemaal moeilijke obstakels.
obstakels waar je gewoon doorheen keltert alsof het niks is. En dan heb je echt zoiets als een ladder waar je dan verkeerd opklimt en dan ga je af. Dat is echt best wel triest eigenlijk, maar wel iets wat mij regelmatig overkomt in obby's. Daarom ben ik altijd bang voor die suffe dingetjes. Ik heb liever een mega draak op een schild die mij probeert in te maken dan gewoon een glas cola wat ik kan omstoten waardoor ik dan ineens af ben. Oh, snapperoni. Oh, snapperoni. Oh, snapper. Heb ik het gehaald? Ik heb het gehaald. Volgens mij heb ik het gehaald. Oké. Wat? I don't know. Misschien moeten we een klassieke toren nemen. Eentje die echt alles heeft gestart. Volgens mij is er eentje die was eerder dan alle torens die ik tot nu toe heb gedaan. Waarschijnlijk is alles wat we net hebben gespeeld werkelijk waar kinderspel vergeleken met wat we... Oh my gosh, is dat een lasermuur? Dude. Wacht even hoor. Oké, we gaan hier naar boven. Hier kunnen we gewoon lopen. Inderdaad, hier bovenop kunnen we via deze vierkantjes kunnen we verder. Minecraft-stijl. Niet alles wat vierkant is, is Minecraft, Job. Ik weet het. Nou, dan kunnen we hier weer omhoog. Voor alle duidelijkheid, geen checkpoints. Afgaan is afblijven. Dat klinkt heel naar, maar het is de waarheid. Kan maar beter eerlijk zijn. En het is heel erg lastig vergeleken met de rest. Want ik merk nu al, de obstakels zijn kleiner, zijn lastiger te bereiken. Oh my gosh. Hoe werkt dit? Kan ik ergens staan? Ik moet geloof ik nu gewoon lopen. Oh nee, niet in paniek raken, Job. In paniek raken is altijd een slechte raad. Bij dit soort games. Oké, hier moet ik heel erg snel zijn, want ik word er anders gelijk alweer afgegooid. En wat moet ik hier nou weer doen? Ah, wacht, er komt een blokje aan waar ik op kan springen. Oké, en waar gaat hij naartoe dan? Die gaat hier overheen. Oké, voorzichtig. Yes. Uitkijken. Yes. Laatste stukje. Laatste sprong. Yes. En nu deze kant op. En deze dingen die zijn heel erg lastig, want die gooien ons namelijk eigenlijk een andere kant op dan dat, ja, dat we op willen. Oh gosh, deze toren is echt letterlijk en figuurlijk killing. Oh, oké, ik ben serieus heel erg bang nu. Hoe moeten we dit nou weer doen, dude? Volgens mij moet ik in één keer naar de overkant. En dan van hier naar hier. En dan van hier, hier. Hier bovenop. Hier naartoe. Oh, ik kan echt geen zinnige commentaar geven hierbij hoor. Sorry. Als je hier iets slims bij kunt vertellen, dan ben je wel echt een master. Oké, we zijn bij het rode. Volgens mij is dat een goed teken. Hier naartoe. Moeten we hier nu omheen? Ja. En dan hier naartoe. Geloof me dat ik serieus nog nooit zo bang ben geweest tijdens het spelen van de Roblox obby. Bijna. Misschien nooit. Oké, nu moeten we hier naar voren. Ik ben geloof ik bijna bij het allerlaatste gedeelte. Wacht, ik ga een andere kant nemen. Ik wil nu geen risico nemen dat ik naar beneden val. Hier nu die kleine blokjes. Moet ik hebben. Let's do this. Oh gosh. Dit is zo ongelooflijk eng. Zeg maar, de sprongen die je hier maakt zijn zo... Hoe kan ik het zeggen? Het is echt prutswerk. Het voelt alsof ik een naald door een draad moet krijgen. Ik bedoel, een draad door een naald. Naald en draad. Oké. We gaan hier naar boven en ik heb hem gehaald. Oh! Oké, luister. Ik meen het serieus. Ik had gewoon kippenvel de hele tijd. Ik wist gewoon van als ik nu afga, dan kan ik hem niet halen. Oh, kijk hoe snel die timer gaat. Dat is geen normale timer. Maar dan heb ik nog één laatste toren. De Tower of Madness. Geen idee of deze lastiger gaat zijn dan de tower die we net speelden. Maar het is in ieder geval weer een nieuwe die ik nooit eerder heb gespeeld. En oh, dit zijn weer van die zeer kleine irritante sprongetjes. Oké, ik hoop dat ik dit kan halen. Dan heb ik serieus alle torens gehaald die ik zo 1, 2, 3 kon vinden op Roblox. Oh, deze sprongen zijn mini, dude. Als je net iets te ver springt, heb je een probleem. Nou, hier hebben we ook allemaal lasers waar we niet overheen mogen. Of tenminste wel overheen, maar niet letterlijk dat we het aanraken. Oké, wat hebben we hier? Zijn dit gewoon lasers die stilstaan? Ik ben ook zo bang voor de onverwachte wendingen in dit soort obby's. Je weet maar nooit. Voor hetzelfde geld gebeurt er ineens wat. Kijk, dit is niet zo heel erg lastig. Dit is gewoon van links naar rechts. Of van rechts naar links. Het maakt niet zo heel erg veel uit. Dan zijn we nu bij oranje volgens mij. Oh, snapperoni. Oké, voorzichtig. Voorzichtig. Ik zeg voorzichtig terwijl ik aan het rennen ben alsof ik een hamburger uit een magnetron moet halen. Letterlijk, ik ben veel te snel aan het gaan. Oké, geen probleem. We hebben het gehaald. Hier naar boven. Oh, deze die zijn echt heel naar. Als je hier net iets te ver doorspringt, heb je een probleem. Hier moet ik langsheen. Hier naartoe. Hier langsheen. Hier naartoe. Hier bovenop. Overheen. Bovenop. Op, doorheen, langsheen. Het zal allemaal wel. Hier naar boven. En oh, ik heb hem gehaald. We hebben een walrus gekregen. Ik heb een mini Dutch tuber in mijn hand. En iedere keer dat ik klik, kloon ik mezelf. Eigenlijk komt er gewoon een mini mij uit mijn bil. Letterlijk, kijk maar. Het spant achter mij alsof ik een scheetje laat. Een levens... aan de kant jij. Een levensecht scheetje. Ik heb ook verschillende andere dingen. Zoals bijvoorbeeld sprint, waardoor ik sneller ben. Dan heb ik dit ding in mijn hand. Maar ik heb ook dit, resize. Zodat ik mezelf bijvoorbeeld kan verkleinen. En daarmee dus ook kleinere clones kan maken. Maar ik kan mezelf natuurlijk ook vergroten. En dat kan tot een bepaald opzicht dat je echt mega groot bent. En dan kan ik dus hele grote clones maken. Eigenlijk wil ik wel een battle zien tussen de mega Dutch tuber en de kleinste twee Dutch tubers ter wereld. Wie zouden er winnen? Deze twee of deze dude? Wauw. Dat is een mooie beel. Waarschijnlijk winnen zij. Ik bedoel, hij daar, kan hen niet eens zien. Oké, wat hebben we nog meer? We kunnen dus sprinten. We kunnen, wat is dit? Call. Oh, wat heb ik gedaan? Waar ben ik? Oké, we kunnen clones ook verwijderen door erop te klikken. We kunnen er letterlijk naartoe lopen. Hé, jij daar, kijk eens achter je. Huh, doei.
Oké, wacht even. We hebben hier een orbit. Ik weet niet wat we daarmee kunnen. We kunnen schoppen. Oh, wacht. Dat is geniaal. Wacht, we hebben daar een testkloon. Met dit ding in ons hand kunnen wij de clones laten leven door te schoppen. Kijk, dan leven ze. Alleen als we dan denken, hey, stop eens jij. Je bent een overtreding. Dan gebruiken we hem weer en dan staat hij stil. En dan zouden we hem dus kunnen wissen. We gaan gewoon zoveel mogelijk clones neerzetten. Gewoon echt mega veel. Ik ben eigenlijk gewoon een marathon aan het lopen. En iedere 5 seconden, of eigenlijk iedere halve seconde, spannen we een clone. Eigenlijk zouden we letterlijk gewoon een woord kunnen schrijven op deze manier. Oh, we kunnen er niet meer spannen dan dit. Oké, geen probleem. Pakken we dit ding erbij. En dan gaan we kijken of een van mijn clones mij kan pakken. Nu! Oh, jongens. Jongens, ik ben hier. Jullie gaan de verkeerde kant op. Jongens. Oké, wacht even. Kan ik ze niet groter maken? Kan ik? Of kan ik alleen mezelf... Ik kan mezelf groter maken. Oh, dit is een leuke battle. Oké, ze mogen doen wat ze willen, maar wij lopen over ze heen. Kijk dan. Oké, wacht. Ik wil iets minder groot zijn. Kan ik tenminste zien wat ik doe? Oké, we lopen letterlijk over de clones heen. Ja, ik moet de geluidseffecten even zelf maken. Oh, dit is geniaal. Waarom vind ik het leuk om mezelf in te maken in een Roblox-spel? Wacht eens even. Wat is dat? Momentje, clones die waarschijnlijk de wereld gaan overnemen in de 5 minuten dat ik weg ben. Wat is dit? Dude, dit is best epic. Dit is een soort van challenge, I guess. 512, 511, 510... Oké, we zetten er weer een aantal neer. 3 is goed. Want we kunnen ze ook een ander gezicht geven, schijnbaar. Werkt dat? Oh, ah ja, natuurlijk. Als ik nu deze kloon en ik ga dan weer naar bijvoorbeeld een ander gezicht en ik kloon dan weer en ik kies bijvoorbeeld weer een gezicht en ik kloon weer, dan kan ik een indruk krijgen van hoe andere gezichten eruit zouden zien bij mijn Roblox-karakter. Hé, dat is best cool. Robot-tuber, zombie-tuber, ik heb groene ogen en zie niks meer-tuber, Robux-tuber, pixel-tuber, bully-tuber en... Tuber. Oké, dat is best dope. Wat is dit? Oh my gosh, als ik dit aan heb, doen ze me allemaal na. Sorry jongens, ik moet jullie even allemaal weghalen, want dit wil ik op een goede manier doen. Ik wil letterlijk een rijtje maken met robots, omdat, je weet wel, robots volgen en nemen uiteindelijk de wereld over. Dus ik wil een beetje op de zaak vooruit lopen. En we gaan eens even checken hoeveel we er kunnen spannen. Let's go. We zouden dus ook gewoon letterlijk mega grote robots kunnen maken, zelf heel klein zijn, en dan volgen ze ons gewoon. Dat is best badass, toch? Dan lijkt het letterlijk alsof ik de wereld wil overnemen. Wat heb ik met de wereld overnemen vandaag? En als we dan nu dus die mimic pakken... Oh my god. Gosh. Nee, wacht. Wat we dan eigenlijk moeten doen... Oké, wacht. Als we dit goed willen doen... Sorry, jongens. Ik moet jullie allemaal weghalen. Het spijt me. Ergens vind ik dit best wel satisfying, maar dat zeg ik niet. Of eigenlijk zei ik het net. En de laatste paar. Als ik ze nou letterlijk soort van om mij heen zet, dan lijkt het alsof ik mijn persoonlijke rijtje met bodyguards heb. En dan ga ik zeg maar in het midden staan. Dus hier. Dus ik sta nu in het midden. En check dit. Dude, dit is geniaal. Het voelt alsof ik een soort van zeer belangrijk iemand ben. Maar dat ben ik niet. Oh, dit is geniaal. Oké, sorry. Jullie bodyguards moeten weer weg. Oké, maar nu dus even dat idee van mij. Dat ik gewoon een soort van gigantische robots wil klonen. Echt letterlijk zo groot. Kloon, kloon. Zullen we er 3 doen? Laten we voor 3 gaan. Kloon. En dan maak ik mezelf gewoon echt minuscuul. Check hoe groot ze zijn. En dan laat ik ze me nu volgen. Oh my gosh. Ze kunnen letterlijk niet eens lopen. Zo groot zijn ze. En als ik spring doen ze het zelfs na. Gast. Kan ik ze nu verwijderen? Oh. Ja, dat kan. De kleine dude heeft gewonnen. Oké, ik maak mezelf weer even wat groter. Ik wil eerst even een ander gezicht hebben. Er zitten soms hele dure gezichten bij. Oh, deze. Dat is eigenlijk dezelfde die ik heb, maar dan met rood. Oké, dan gaan we nu zoveel mogelijk clones plaatsen. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Je kunt zelfs in de lucht plaatsen. Oké, dit ziet er een beetje als een meesterwerk uit. En dan doen we nu lead. Oh my gosh. Oké, dat is echt heel gaaf. Als je lead doet, dan volgen ze je dus letterlijk. Je bent hun leider. En wat als ik rondjes ga draaien? Kan ik ze dan misselijk maken? Zo flauw. Ik heb een aantal nieuwe dingen erbij, zoals exploderen. Kan ik dan gewoon... Oh my gosh, waarom? Waarom zou iemand dit willen? Eigenlijk heb ik het antwoord. Het is een soort van best wel cool. Ik bedoel, als ik het niet zou willen, had ik het niet 8 keer gedaan voordat ik zou zeggen dat het cool was. Oké, we spannen er weer een aantal bij. Niet te veel. Een stuk of 100. Dat is eigenlijk best wel veel. En we kunnen ze veranderen in creepers. Oh my gosh, mijn clones exploderen. Kst, weg, weg. Laten we er weer een aantal klonen. En we hebben ook confuse. Oh my gosh. Confuse betekent verward. En als we dat doen, dan rennen ze gewoon door elkaar heen alsof de wereld vergaat. Jongens, niks aan de hand. Ik heb het onder controle. Eigenlijk niet. Het is ook wel grappig, want als we dan nog een keer klikken, dan stoppen ze. En ze gaan weer door. En ze stoppen weer. En ze gaan... Dit kan ik echt uren blijven doen. Nou, nu gaan ze ons weer volgen. Maar wat is freecam? Oh, dat is wel cool. Dan kun je gewoon een beetje zo kijken. Zo van, ken jij het geheim? Oh my gosh, ik heb ze weer veranderd in creepers. Jongens, rustig. Dit is niet cool, oké? Als we dit gebruiken... Oh my gosh, ze vallen elkaar aan. Oh nee, weg, weg, weg. Oké, al onze clones hebben elkaar ingemaakt. Oké, wacht, we gaan onszelf heel klein maken. En dan ga ik nu mezelf klonen. Gewoon een aantal keer, laten we zeggen. Hoeveel zullen we er doen? Zoiets. En dan ga ik nu deze kant op. En maak ik mezelf mega groot. En daar klon ik er dan, laten we zeggen, 3 van. Oké, nu weer even de normale grootte. Nu hebben we hier dus de grootste DutchTubers. En hier de echt gewoon de minis. En nu gaan we die tegen elkaar laten vechten. Oh snap. Oh. De minis hebben gewonnen. No way. Oké, ze maken elkaar nu in. Dat was eigenlijk niet helemaal de bedoeling. Er zit een klein achter mij aan. Er zit letterlijk een mini Dutch Super achter mij aan. Laat me met rust. Laat me met rust. Oh my gosh. Ik heb hem ingemaakt. Oké, we spannen er weer een aantal bij. En wat kunnen we met dit lichtgevende ding dan? Oh.
Wow, we kunnen het dag en nacht maken. Oké, dat is best wel cool. Dat is best nice. Oké, jullie lopen allemaal met mij mee. Ik ben benieuwd. Wacht, ik heb een idee. Er was daar toch zo'n soort van rare brug waar je heel ver naar voren kon lopen. Wat nou als we alle clones meenemen? En dan gaan we kijken of zij echt volgen. Daar gaan we, jongens. Ik hoop dat jullie een schone onderbroek mee hebben. Oké, we gaan er overheen en ze volgen me inderdaad. Oh, snap, ik ben zo benieuwd of ze gaan vallen. Waarom doe ik dit? Hey, wat staat beneden? Oké, maakt niet uit. Let's go. Oh my gosh, nee. Oh nee, ze verpesten het. Oh, ze verpesten het zo erg. Ze weten niet hoe ze... Ze gaan weer weg. Ze gaan er weer... Oh nee, ze zijn allemaal gevallen. Wat erg. Weet je wat? Ik ga gewoon alleen maar mega Dutchtubers spannen. Maar echt gewoon echt de allergrootste. Ik ben gewoon benieuwd hoeveel ik er hiervan kan plaatsen. En eigenlijk wil ik die dan tegen elkaar laten battelen. Dat lijkt me een soort van best wel cool. Oké, we hebben er echt al heel erg veel neergezet. Oh my gosh, ik vlieg er zelf door in de lucht. Oh, snapperoni. Oh, wat ben ik aan het doen? Ik heb een toren gemaakt van clones. Doet. Doet. Oh, snap. Oh, als ik deze nu ga aanzetten. Oké, wacht. Daar gaan we. Oh my gosh, ik ben echt heel bang, hè. 3, 2, 1. Let's go. Het regent. Oh, ik kan niet zien. Het regent Dutchtubers. Oh, als deze nu met elkaar gaan vechten, hebben we echt een probleem. Oh, ze komen allemaal nog uit de lucht vallen. Ze komen letterlijk allemaal nog uit de lucht vallen. Wat ga ik doen? Ga ik ze laten vechten met elkaar? Ik ga het gewoon doen. Let's go. Mega Battle Dude. Oké, wacht. Ik wil nu eigenlijk hetzelfde doen met mini Dutchtubers. Hoeveel... Ik ben zo klein dat ik mezelf niet eens meer zie. Oké, ik ben echt mini op dit moment. En nu ga ik kijken hoeveel mini clones... Nee, het kan nog kleiner. Het kan nog iets kleiner. Oh my gosh. Ik ben zoveel mini clones aan het spannen. Waarom doen jullie niks? Hier hebben jullie Robux. Ik ben mini Dutchtubers aan het overhalen met Robux. Oké, dit was geniaal. En wacht, hiermee kan ik mezelf... Dude, wacht even. Wat? Hiermee kan ik mezelf mega dun of mega... niet dun maken. Gast. Oh my gosh, het kan nog verder. Oh, snap, wat heb ik gedaan? Wacht, oké, dan wil ik... Uh-oh. Ik wil mezelf echt zo dun mogelijk maken. Oké, we gaan verder. Oh my gosh, we zijn zo dun. Je kunt niet eens zien dat we een persoon zijn. En dan ga ik nu mezelf klonen. Allemaal super dunne kleine gastjes. Dan gaan we nu deze kant op. En dan maken we juist het tegenovergestelde daarvan. Niet te overdreven. Oké, dat is eigenlijk wel. Daar klonen we er ook een aantal van. Come on, het werkt niet. Ik kan dit niet klonen. Oké, het is gelukt. We hebben hier de super dunne en hier de niet zo dunne. En ze gaan nu met elkaar vechten. Oh, snap. Ze maken elkaar... Oh, nee, rustig doen. Nee, ik doe niet mee in de battle. Ik ben de leider. Ik ben alleen maar aan het toekijken hoe jullie het doen, zodat ik me vermaak. Oké, weet je wat? Prima, dan gaan we de battle aan, toch? Dan gaan we de battle aan. Hier. Oh, nee. Jij, hey, kom op, man. Kom op, man. Ben ik ingemaakt? Ik ben ingemaakt. Reageer, Bob, als je de video hebt afgekeken. Ja!